Welkom bij de uitleg over houding en beweging. En we gaan het over een vijftal zaken hebben. Als eerste gaan we kijken welke onderdelen van het lichaam voor de lichaamshouding zorgen. En welke vorm de wervelkolom heeft en wat hiervan de functie is. Hoe rugklachten kunnen ontstaan en dus ook hoe je ze kunt voorkomen. Regels bij het verstandig tillen. Tillen kun je behoorlijk je rug mee beschadigen, maar als je het goed doet, dan voorkom je dat. En tot slot gaan we kijken waarom regelmatige lichaamsbeweging gezond is. En dan beginnen we even met die wervelkolom. Want die wervelkolom is voor een heel groot deel verantwoordelijk voor jouw lichaamshouding. Je kunt die wervelkolom bijna wel voorstellen als een soort kapstok van je lichaam. Mijn ledematen zitten eraan vast, mijn hoofd rust erop, mijn ribben zitten eraan vast. Dus die wervelkolom is heel erg bepalend voor jouw lichaamshouding. En wat je ziet aan die wervelkolom, hier zie je hem van de voorkant en daarnaast vanaf de zijkant, dan zie je dat er een soort van kronkel in zit. En met een beetje fantasie zie je er ongeveer twee hele flauw gekrulde S'en in. Het is niet voor niks gekronkeld, die ruggenwervel, want wat betekent dat? Dat op het moment dat jouw lichaam wat druk te verduren krijgt, dan kan dat ietsjes inveren. En het is dus als het ware een soort van veer voor je lichaam, een soort van schokbreker. Ja, bijvoorbeeld ook als je springt, dan kan die wervelkolom ook ietsjes inveren. En dat beschermt dus uiteindelijk je lichaam. Voor het goed functioneren van jouw lichaam is het dus ook belangrijk dat jij jouw wervelkolom altijd mooi in een goede positie houdt. En dat ga ik je zo laten zien. Voordat we het doen, laat ik hier rechts nog even de afbeelding zien. Heb ik twee wervels en hier zit dan nog een tussenwervelschijf. En die tussenwervelschijf, die zit dus elke wervel in en dat is een laagje kraakbeen en dat zorgt ook voor vering. Zo'n tussenwervelschijf, op het moment dat jij 's morgens wakker wordt, is natuurlijk heel erg ontspannen geweest, want er heeft geen druk op gestaan. En op het moment dat jij aan de dag begint, dan zul je natuurlijk zien dat al die wervels met ertussen die tussenwervelschijven gaan drukken op die tussenwervelschijven. En dan zul je dus zien ook dat je aan het eind van de dag ietsjes korter bent dan aan het begin van de dag, omdat er natuurlijk de hele dag lang druk op die tussenwervelschijven heeft gestaan. Het is heel belangrijk dat de druk op die tussenwervelschijven alleen echt alleen goed van boven komt. Als jij bijvoorbeeld scheef gaat zitten of als jij schuin tilt, dan zul je zien dat de druk niet meer recht op die tussenwervelschijven komt en dat je dus dat ook kan beschadigen uiteindelijk. Dus het is heel belangrijk, met name ook voor die tussenwervelschijven, dat jij goed tilt. Goede houding. Een wat actuele voorbeeld. Dit is een voorbeeld waarin mensen bezig zijn met hun telefoon. Nou, dat is natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. En wat je vaak ziet, als je je telefoon erbij pakt, dan zit je vaak al met je hoofd een beetje gebogen naar je telefoon te kijken. Dat betekent dat er ontzettend veel druk op jouw nek komt. En je ziet hier dat als jij je hoofd gewoon recht hebt in 0 graden, dus heb je mooi recht op je hoofd, dan weegt jouw hoofd ongeveer 1,5 kilo. Dit zijn ponden, Engelse ponden die je hier ziet staan. En dan moet je het ongeveer door de helft delen, dan kom je op de kilo's uit, ietsjes minder. En dan zie je dat op het moment dat je hoofd mooi recht houdt, hoofd weegt ongeveer 5 kilo, dan is er niks aan de hand. Maar zodra jij jouw hoofd naar voren begint te buigen, zie je dat de kracht op je nek enorm toeneemt. Als ik hem ook maar een klein stukje aan naar voren beweeg, zie je dat de druk op mijn nek al verdubbelt. Hou ik hem nog verder naar voren, dan zie je dat er bijna 18 kilo aan druk op je nek komt te staan. Dus als je het hebt over houding en beweging, dan heb je het dus ook over bijvoorbeeld die telefoon. Hoe hou je die vast? Ga niet te lang voorover gebogen over die telefoon hangen, omdat dat dus echt heel veel nekklachten geeft. Want wat ik net zeg, die nekwervels, daar zitten ook kraakbeenschijfjes tussen, van die tussenwervelschijven. Dit komt ontzettend veel druk op een verkeerde manier op te staan, waardoor je dus ontzettend veel nekklachten kan krijgen. Een ander voorbeeld van goede houding is bij het tillen van zware objecten. Het is heel belangrijk dat jij bij het tillen van zware objecten je rug mooi recht houdt. Je ziet hier links iemand die voorover gebukt iets tilt en hier rechts iemand die netjes door zijn knieën zakt. En het verschil is meteen duidelijk. Hè? Die zwarte lijn is een schematische weergave van de ruggengraat. En je ziet hier dat hij helemaal bol staat en bij die rechter zie je dat hij nog mooi een soort van kromming erin heeft zitten. Dat is ontzettend belangrijk dat je die kromming houdt en niet voorover bukt. Want net zo goed dat als ik met mijn hoofd naar voren naar mijn telefoon toe, komt er heel veel druk op de nek. Als ik helemaal naar voren buig om iets te tillen, komt er heel veel druk op de rug te staan. Dus bij het tillen van zware objecten altijd je rug mooi recht houden, zodat je dus die dubbele S-vorm erin houdt. En verder is het ook heel belangrijk dat als je iets zwaars tilt, dat je niet in één keer een hele ruk eraan geeft, maar het rustig optilt, zodat je de druk opbouwt. En dat
bespaart ook een heleboel druk en misschien wel blessures. Het is dus ontzettend belangrijk dat jij jouw rug goed houdt. En dat geldt bijvoorbeeld ook als je in de klas zit. Je kan een beetje opzij gaan zitten. Als ik schuin ga zitten, dan komt er meteen heel veel druk op mijn rug te zitten. Terwijl als ik mooi rechtop ga zitten, dan hou ik mooi die dubbele S-vorm in mijn rug. En zorg ik dus voor dat ik veel minder kans heb op rugklachten. Dus ook gewoon bij het zitten is het super belangrijk om gewoon rechtop te zitten. Om verder nog klachten te voorkomen met je rug en te zorgen dat dat allemaal in goede conditie blijft, is bijvoorbeeld ook sport heel belangrijk. Want mijn ruggenwervels met die tussenwervelschijven vormen samen de hele wervelkolom. Die hebben natuurlijk wel allemaal spieren nodig om het allemaal mooi op de plaats te houden. Dus als jij zorgt dat jouw spieren goed getraind zijn, dan betekent dat dus ook dat jij makkelijker een goede houding aan kunt nemen. En dat je dus ook minder last van je rug kan krijgen. Dus heb je bijvoorbeeld last van je rug, is het misschien helemaal geen gek idee om te gaan sporten. Wel goede sportoefeningen doen, maar dan zorg je er wel voor dat jouw lichaam steviger wordt, dat je houding dus beter wordt en dat je dus ook vaak minder klachten krijgt. Dan is dit het einde van de uitleg van de basisstof over houding en beweging.